10 dorpen aan de bovenloop van de Suriname rivier hebben nu eenmaal 24 uur elektriciteit. President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren in Gengistung het ceremoniële startsein hiervoor gegeven. Naast Gengistung worden ook de dorpen Pamboko, Amakakonde, Abenastong, Kayapati, Yauyau, Lespansi, Adawai, Gunsi en Nieuw Aurora voorzien van 24 uur stroom. De elektrificatie zal geschieden middels hybrid opwekcentrales en zonnepaneelsystemen, met de zogenaamde solar mini-grids als backup, zegt David Abiyamofo, minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Het staatshoofd gaf aan dat de regering had gezegd dat zij haar beloftes zou nakomen om ontwikkeling te brengen. Maar heel binnenkort, een volgend project, wordt die als start zijn ook toe. En dat is ook een project voor de dorpen, voor Tunakaba, Botopassi, Kambalua, Dang, Heikununu, alle de dorpen dat 9 dorpen. Dit is naar het begin. Hoe komt het van meneer Leo Brunswijk taki? Hoe beloofd taki 2022 hoe begin? En dit is naar het begin voor de elektrificatie voor boven Suriname. Baka a project voor Futunakaba Botopassi gaan we naar Kayana. Naar Kayana, want bigi centrale ekong sang musu leverstroom die aladeng deze sanen Haiti negi dorpu. Haiti dorpu voor Gran Rio. Elektrificatie na wang basis product. If you want ja ontwikkelen ko in wat kondere, if you want ja ontwikkelen ko in wat dorpu. En luk van Masra, Ronnie Brunswijk, Takikba, ome jari we tang, en Aliba, en Abuskondre, ome 100 jari in het tang. Maar ome ontwikkeling hij kon. Maar if je hebt stroom, dan als stroom, je kies verlichting. Ik heb onderwijs, gezondheid, aan als stroom. De ondernemers kapot de investering daarbij. Aan een stroom, morgen toerisme kon. De dorpen zullen 820 masten leveren en ervoor zorgen dat ruim 38.000 vierkante meter schoongemaakt terrein beschikbaar is voor het opstellen van de zonnepanelen. Het project bestaat uit 2 delen. In het eerste traject zullen de bestaande netten in A1-conditie worden gebracht. Binnen enkele maanden zal een aanvang worden gemaakt met fase 2, de aanleg van de zonne-energiesystemen in de verschillende dorpen, zegt Marcel Eindhoven, technisch directeur van de EBS. De man van EBS komt bij een aantal lezen, dat na de sma, vergader, zou wat doen, van wat doen, zou wat doen. En als dat begeerlijk, niks niet gebeurt, dan is het tak weer takkig. Maar nu ook komt bij het idee, en ook na de begin man, hoe je start dat we zien dat een briefde werkelijk een project op BG en ik kom. Het is naar eerste deel. En we beginnen wat alle de dorpen, one for one, zo wat doen. We beginnen zitten net. En dan minder van jaar is zo, dat we beginnen, dat we komen bakken. Dat we komen naar de machine. Zo put a fire, dat we beginnen installeren de man. One for one, one for one. De ook bak. En dat moest daar ergens, zoals gaat, 3 jaar, eerste, tweede kwartaal, dan moest we naar alle de 10 dorpen, naar alles maar op, eenmaal 24 uur van. Het project is begroot op 6 miljoen euro en 2,25 miljoen US dollar. 5 miljoen euro is door de Europese Unie geschonken. Het ceremonieel startsein, de Gengistung, is gegeven in afwezigheid van Gramang Albert Aboikoni van de Saramakaners.